Ik ben Nicole, ik ben 43 jaar, ik woon in Veenendaal en waarom ik ben gaan werken bij woningadviseurs is dat ik het heel erg leuk vind om met mensen om te gaan. In dit geval doe ik dat dan telefonisch. Ik vind het heel erg leuk om mensen te helpen bij het vinden van de juiste woning of bij het maken van een keuze daarin en het organiseren en het regelen daarin. Dat valt gewoon heel erg binnen mijn kunnen. En wat ik heel erg leuk vind is dat woningadviseurs doen het net even anders en dat sluit dan ook aan bij mijn karakter. En mijn passie is koken en bakken. Dat doe ik heel erg graag. Het maakt niet uit door de week of in het weekend. Ik maak dan of voor vrienden of familie gewoon iets lekkers. En dan word ik een gastvrouw in mijn eigen woning. En koken en bakken ontspant mij ook heel erg. Dus maakt mij niet uit. Ik maak en bak het wel. Vanuit huis heb ik eigenlijk meegekregen de vergietanalyse. De vergietanalyse houdt eigenlijk in. Nou, het vergiet, het ding met de gaten erin. Je hebt een misser gemaakt of je hebt iets heel erg moois gevierd. Dan kun je eeuwig op blijven plakken. Maar je kan ook zeggen, gooi het in het vergiet. Wat leer je ervan? Van je missers leer je namelijk altijd. Wat er dus doorheen valt, laat het los. Maar slaat wat er blijft liggen in het vergiet. Sla dat op als een leerproces. Dat is wel iets wat echt bij mij past. De vergietanalyse. Over 5 jaar kun je zeggen van, ik werk hier dus nu 5 jaar, we hebben een jubileum te vieren, hartstikke leuk. Dat doe ik natuurlijk met een zelfgebakken taartje, dus dat is natuurlijk niet zo heel erg spannend. Maar over 5 jaar, als ik kijk naar mijn werk, dan denk ik, nou, ik heb een goede stap genomen. Fijn bedrijf, ook binnendienst, we werken samen, we komen op voor de klanten. Het is gewoon helemaal een goed gevoel. En dan denk ik, nou, dan heb ik dat mooi bereikt, dat ik binnen 5 jaar, buiten mijn eigen ontwikkeling, ook met woningadviseurs, een mooie ontwikkeling heb meegemaakt.